Dames en heren, van harte welkom op de raadsvergadering van de gemeente Hardenberg. Dinsdag 22 maart 2016. Ik verklaar de vergadering voor geopend. En doe mededeling van afwezigheid van de heer Van der Wel. De heer Van der Wel van de CDA-fractie. En de heer Jonkhans van de Partij van de Arbeid-fractie. Ik wil bij deze vergadering ook welkom heten de studenten van het Alpha College, derdejaars secretarieel. Van harte welkom. Ik hoop dat jullie een mooie avond zullen beleven in deze politieke arena van Hardenberg, om het zo maar te benoemen. Er wordt nog wat stukken uitgedeeld door een inspreker, dat is prima. En ik wil ook heel kort stilstaan op dit moment bij de gebeurtenissen die vandaag zijn gebeurd in Brussel. We zijn diep geschokt, opnieuw zeg ik erbij, door de beelden die we vanochtend hebben gezien vanuit Brussel. Een plek waar we ook zelf af en toe verkeren om zaken te doen. Een laffe aanslag opnieuw in Europa, dit keer in Brussel. En zoals gezegd, diep geraakt zijn we door datgene wat er gebeurd is. En ik denk dat het op dit moment, dat we ook nu onze raadsvergadering hebben, gepast is om namens denk ik alle inwoners van onze gemeente onze afschuw uit te spreken over deze gebeurtenissen. De nabestaanden en de slachtoffers heel veel steun toewensen en gedachten bij hun zijn. En nogmaals opnieuw heel veel sterkte wensen voor wat er vandaag opnieuw weer gebeurd is. Daarmee kom ik bij agendapunt 2 van deze agenda. De vaststelling van de agenda, kan die uw goedkeuring wegdragen? De heer Van den Berg. Ja, voorzitter, ik moet nog, om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, wil ik graag een mededeling doen dat ik bij punt 6 van de agenda niet aanwezig ben en zal ik de raadzaal verlaten. Akkoord, de heer Van den Berg zal niet aan de beraadslagingen deelnemen. Dank. Agenda kan uw goedkeuring wegdragen. Brengt ons bij agendapunt 3, het spreekrecht over de agendapunten. Bij agendapunt 6, vaststelling bestemmingsplannen met betrekking tot N34, heeft zich een inspreker gemeld, de heer De Jong. En ik heb hem al gezien. Ik wil u graag de gelegenheid geven om op dit moment gebruik te maken van het inspreekrecht. Dat mag u hier doen, vanaf het spreekgestoelte. En het is goed gebruik in deze raad dat u daar maximaal 5 minuten voor heeft. En met het verzoek om nog even te blijven staan. Het kan zijn dat er vragen zijn in uw richting. De heer De Jong, aan u het woord. Allemaal nieuw voor mij. Geachte college en raadsleden, ik ben Twan De Jong en woon in het jachthuis De Grote Scheer, Scheerseweg te Holtonen. In onze brief van 12 maart jongsleden aan u gericht, hebben wij bezwaar gemaakt tegen de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan N34, waarbij een autoweg van 6,5 meter gerealiseerd zou moeten worden door het Scheerse Bos, wat nog het enige overgebleven stiltegebied is op het landgoed De Grote Scheren, waar ons jacht er deel van uitmaakt. Zie ook mijn eerdere ingediende bezwaarschriften van 22 oktober 2015 en 1 maart 2016. De bestemmingsplannen van het landgoed De Grote Scheren van 24 mei 2011 en de partiële herziening van 24 juni 2014, welke ook zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 8 juli 2014, hebben wij geraadpleegd en bestudeerd alvorens wij tot de aankoop van het huis De Grote Scheren in oktober 2014 zijn overgegaan. In deze bestemmingsplannen is alleen gesproken over een tunnel om de Scheerse weg te verbinden met de Holthonerweg, waardoor ook de samenhang tussen de beide delen van het landgoed verbeterd zou worden, ook voor het toerisme, zoals wandelaars, fietsers en ruiters. Er is nooit in het bestemmingsplan een herontwikkeling van het landgoed De Grote Scheren gesproken over een verlenging of verlegging van de Scheerse weg, en al helemaal niet met een aftakking door het Scheerse Bos, stiltegebied, zoals het gesteld is in de plannen van de N34. Zelf de bewoners van de Scheerse weg, de familie Schutte, en de vorige bewoners van de Scheerse weg nummer 5, de familie Veenvliet, alle gelegen in het Scheerse Bos te Holthonen, zijn nooit betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit absurde N34-plannen om dit stiltegebied te verkrachten. In een nieuwsbrief van de provincie Drenthe van eind 2014, die wij in onze briefbus hebben ontvangen, staat vermeld dat bij het klooster momenteel een gelijkvloerse oversteek ligt over de N34.
Enkele kilometers verderop in Overijssel ligt een gelijkvloerse kruising van de Holthonenweg van de N34. De provincie Drenthe heeft samen met de gemeente Coevorden en Hardenberg en de provincie Overijssel onderzoek gedaan naar de beste oplossing om deze twee gelijkvloerse kruising te vervangen door één gelijkvloerse kruising. Uitkomst is de aanleg van één ongelijkvloerse kruising bij het klooster. De N34 wordt verhoogd aangelegd waarbij de op- en afritten aansluiten op rotondes om het plaatselijke verkeer af te werken. Op 13 oktober 2015 heeft de gemeente Hardenberg een publicatie geplaatst in de Staatskrant van 13 oktober 2015, waarbij een nieuw ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Landgoed de Grote Scheer is gepubliceerd. Hier werd ik vorige week op geattendeerd. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op enkele percelen in het landgoed de Grote Scheer en voorziet in het verplaatsen van enkele mogelijke woonlocaties. Ook is in dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan door de gemeente Hardenberg een functiekaart van 22 september 2015 ingebracht, waarbij op ondoorzichtige wijze een gedeelte van ons bos is gearseerd met de tekst reservering afslag N34. Wat wordt er met deze gewazige tekst bedoeld, wethouder Jansen? Inmiddels is ons gebleken dat dit bestemmingsplan is vastgesteld op 23 februari 2016 en is gepubliceerd in de Staatskrant van 8 maart 2016. Wij zijn ondanks meerdere brieven, e-mails en bezoeken aan de gemeente Hardenberg nooit geïnformeerd als direct betrokkenen over deze absurde plannen. Nu moeten wij door toedoen van de gemeente Hardenberg een advocaat inschakelen om bij de afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorzieningen te treffen. Resumé, het bestemmingsplan is een bijzonder plan. Het is namelijk juridisch bindend voor zowel de overheid als de burger. Een bestemmingsplan is minimaal voor 10 jaar geldig. Als in het vastgestelde bestemmingsplan Landgoed de Grote Scheren van 2014 enkele woonlocaties verschoven moeten worden, kan worden volstaan met een omgevingsvergunning. Maar daar is dit nieuwe bestemmingsplan niet voor gemaakt. De enige reden hiervoor is, wat ik al eerder heb genoemd, om op slinkse wijze ons bosperceel bij de N34 te betrekken. Zie ook de waarschereservering afslag N34, waarvan akte. De gemeente Hardenberg moet nu niet denken dat ze hiervoor op een slimme manier onder de planschade uit kunnen kopen. Deze blijft onverminderd overeind staan. Namens mij en mijn vrouw. Dank. U bent ruimschoots binnen de tijd gebleven, maar u had er ook behoorlijk tempo in. En de bijdrage is ook uitgedeeld op papier, dus stukken kunnen nagelezen worden. Ik kijk even rond in de richting van de leden van de raad. Is er behoefte om nog vragen te stellen, de heer de Jong? Dat is niet het geval, dan constateer ik dat u in ieder geval duidelijk bent geweest. Dank voor de bijdrage. Dit punt komt zoals gezegd terug bij agenda punt 6, waar wij praten over het bestemmingsplan van de N34. De actuele vragenronde, agenda punt 4. Is er behoefte om daar gebruik van te maken? Ja, mevrouw Kloekhorst, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. In de weekberichten hebben we de schriftelijke beantwoording op vragen van onze fractie over het 1000 jongerenplan mogen ontvangen. We danken de portefeuillehouder voor de beantwoording. Helaas heeft het onze zorg niet weggenomen. Slechts de helft van de trajecten is gestart en nog geen enkel traject is succesvol afgerond. Naar aanleiding van nieuwe informatie die ons ter oren is gekomen, hebben wij aanvullende vraag voor de wethouder. Klopt het dat alle trajecten voor 1 april gestart moeten worden? Lukt het Hardenberg om dat te realiseren? En zo nee, betekent dit dan dat de gemeente een deel van het subsidiebedrag zou moeten terugbetalen? Ik kijk even procedureel. U stelt vragen naar aanleiding van informatie die u heeft gekregen op de weekberichten bij de actuele vragenronde. Ik vraag me af de actualiteit van dit thema. Ik weet niet of de wethouder zegt van ik kan hier kort op antwoorden of dat hij zegt ik wil het schriftelijk doen. Die gelegenheid zou ik hem ook willen geven. Oké, het gaat om 1 april hè, dat het helder moet zijn. Ja, ja. Maar goed, heel kort, de heer Jansen. Ik ken de datum van 1 april en ook die van 31 december. U weet dat wij 14 trajecten moesten doen. Op het moment van beantwoording waren er 7 bezig. Er zijn nu 14 bezig, dus alle trajecten lopen. En ik ga ervan uit dat we die op tijd afronden. Dus hebben wij geen last van 1 april. Helder en duidelijk antwoord volgens mij. Ik zie een bevestiging van uw zijde. Andere vragen voor de actuele vragenronde? Niet het geval. Brengt ons bij agenda punt 5. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 8 maart. Jongsleden, er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Ook nu heeft dat geen aanleiding. Daarmee stellen we de besluitenlijst vast. Brengt ons bij de bespreekstukken van deze avond. Althans één bespreekstuk. Agenda punt 6. Vaststelling bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplan met betrekking tot de N34.
constateer dat de heer Van den Berg de zaal verlaat, zoals aangegeven. Ik wil het woord geven aan de fractie van het CDA. De heer Brugman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, laat ik beginnen te zeggen dat het ons goed lijkt dat de wethouder zo dadelijk ook even reageert op de inspreker van zojuist. Voorzitter, ik wil ook uitspreken dat het CDA blij is met de opwaardering van de N34. Dat zal de doorstroming, maar ook de veiligheid ten goede komen. Het punt bij de Boshoek noem ik daar nog eens een keer nadrukkelijk bij. Toch blijven wij ook van mening dat het doortrekken van een vierbaansweg vanuit Coevorden een betere optie was geweest. Zo hadden wij ook nog wel wat betere opties voor de N340, 377, maar goed. Politiek is soms ook een kwestie van je knopen tellen. En wat nu voor ligt is dan toch wel misschien het hoogst haalbare. Lang en vaak is er over dit plan gesproken, nadat de weg in 2006 aan de provincie is overgedragen. Daar voelde niet iedereen zich financieel even gemakkelijk bij. En ook voor Hardenberg zijn er de nodige middelen met deze opwaardering gemoeid. En in het lange traject heeft u of heeft het college veel overleg gevoerd met plaatselijke belangen en andere belangenbehartigers. En over dat traject zijn wij vooral positief. In de oriënterende ronde zijn een hele hoop zaken aan de orde geweest. Sommige daarvan waren misschien wel wat technisch, of laat ik omwille van de agendacommissie zo wat gedetailleerd van aard noemen. Om die reden, voorzitter, wil ik mij richten tot wat volgens het CDA-fractie het belangrijkste overgebleven punt is. En dan komen we toch terug op het akoestisch onderzoek, of akoestisch rapport zoals u wilt. Het college geeft een extra notitie aan dat aan de wettelijke kaders wordt voldaan. Toch zie ik de volgende vragen nog graag even beantwoord. Kan het college uitleggen waarom er voor een deel van Marslanden 1 wel een geluidsscherm nodig is en voor het resterende gedeelte niet? Terwijl de woningen even dichtbij of als u liever heeft even ver weg van de N34 staan. En spelen bezwaren vanuit de stedenbouwkundige of landschappelijke aard hierin een rol? En zo ja, zou zonder deze bezwaren hier dan ook een scherm zijn gekomen? En nu ik toch op dit onderwerp ben aangekomen, voorzitter, zijn er ook nog een aantal dingen die wij voorafgaand overwegende aan een motie meegeven. En dat zijn toch de zorgen die leven over het geluidsniveau voor Marslanden als gevolg van deze opwaardering. En de uitkomst van dat akoestisch rapport, dat geeft een theoretisch geluidsniveau. In de methodiek zijn een aantal variabelen verankerd die de uitkomst van dit geluidsniveau niet ongunstig beïnvloeden. En ondanks het voldoen aan het wettelijk kader zijn er toch nog vragen rondom dit rapport. Voorts overwegende, sommigen zullen in de gaten hebben dat ik aan de motie ben begonnen, hechten wij grote waarde aan de leefbaarheid van onze bewoners in Marslanden dan wel de aanwonenden. En indien in de werkelijke situatie sprake is van bovenwettelijke geluidsoverlast, moet er een geluidsreducerende maatregel worden genomen. En indien die werkelijke situatie sprake is van een bovenwettelijke geluidsoverlast, dan heeft de provincie Overijssel als wegeigenaar hier een verantwoordelijkheid in. En daarom, voorzitter, dragen wij het college op om in de periode na de realisatie van de opwaardering van de N34, toch niet later dan 1 jaar na de realisatie van de opwaardering van de N34, een geluidsmeting uit te voeren en deze te toetsen aan de wettelijke kaders. En de uitkomsten van dit onderzoek te delen met de gemeenteraad van Hardenberg en indien nodig hierover met de provincie Overijssel in gesprek te gaan. En gaat over tot orde. Dank u wel. Daarmee ligt een motie op tafel ingediend door het CDA. Voorzitter, ik constateer een vraag van de heer Oding. Ja, mag ik daar een vraag over stellen? Ja. Ik ben even benieuwd vanuit het CDA wat de reden is om dit te doen. Wij werken vaker met dit soort verkeersmodellen. We hebben natuurlijk ook vaker binnen onze gemeente met geluidshinder te maken. En ik kan me niet herinneren dat we eerder, zeg maar, na een jaar bijvoorbeeld van de uitvoering van dat soort maatregelen, dat we nog eens een keer terug zijn gekomen om nog eens een keer weer een heroverweging te doen of een akoestisch. Dus ik ben even op zoek naar, hè, daar waar we, zeg maar, aan de ene kant aangeven van joh, we hebben de wettelijke kaders en daar voldoen we aan.
dat er toch nog weer gevraagd wordt om na een jaar dat onderzoek te doen. Dat zit iets van vertrouwen. Ik ben even benieuwd wat daar dan zeg maar even de achterliggende gedachte is. Ik begrijp uw vraag en ik heb die zelf ook gehad. Maar anderzijds toen ik ging nadenken van hebben we nu vaker bijvoorbeeld op de infrastructuur een weg gehad die met zo'n grote invloed op aanwonenden, kan ik zo gauw niet één bedenken. En natuurlijk hebben we het vaker over normering, over geur, over allerlei soorten van overlast. Maar waar het CDA voor staat, is als er nu vooraf redelijk veel onduidelijk is, of in ieder geval vraagtekens zijn over de geluidsoverlast die straks in werkelijkheid zal plaatsvinden. Dat is nu berekend aan de hand van een model. In dat model zitten ook nog wel wat dingen van je zegt, hey, bijvoorbeeld die 2 decibel. In hoeverre komt dat straks overeen met de werkelijkheid? Dan lijkt het ons niets meer dan redelijk ook tegen aanwonenden om te zeggen, laten we nou straks gewoon in de daadwerkelijke situatie eens kijken hoe het is. En dan kijken of er al dan niet nog maatregelen nodig zijn. Akkoord. Nog een vraag van mevrouw Kelder. Op koerspunt nu. Ja, dank u wel, voorzitter. Zou het dan ook nodig zijn om nu ook een onderzoek te doen hoe hoog die geluidsoverlast is? En dan vergelijken met dat na een jaar? Nou, voorzitter, ik denk dat wanneer je in de werkelijke situatie een meting doet, dan kun je dat gewoon toetsen aan de wettelijke kaders of de normen die ervoor zijn en dan bepalen of al dan niet een maatregel getroffen moet worden. Akkoord, dank. Ik heb nog één aanvullende vraag, als dat mag. Het onderzoek, richt zich dat alleen op dat wegdeel van zeg maar de Marslanden? Of zeg je van, dan zouden we dat ook breder moeten doen om ook naar andere plekken te kijken, daar waar het gaat over de Boshoek, Vogelbuurt. Er zijn wellicht nog wel een aantal plekken meer te bedenken aan de N34. Dan horen wij dat graag. Wij richten ons vooral nu te geven op daar waar de N34 nu de hoogste invloed heeft. En voor mij heet dat in de notitie een deeltje A, B en C, waarbij bij A wel in de scherm is voorzien en bij B en C niet. Maar goed, ik hoop dat ook dat de wethouder zometeen die vraag nog even gaat beantwoorden, waarom het dat zo is. Akkoord. Ik constateer dat de motie onderdeel uitmaakt nu van de beraadslaging. Prima, akkoord. Ik ga naar de fractie van de ChristenUnie. Wie mag het woord geven? De heer Odink. Dank u wel, voorzitter. Na een zorgvuldige voorbereiding over de afgelopen vele jaren, de vele overleggen die hebben plaatsgevonden tussen de provincie, de gemeente Hardenberg, de omwonenden en de plaatselijke belangen, kunnen we vaststellen dat de nu voorliggende bestemmingsplannen en beeldskwaliteitsplannen zorgvuldig tot stand zijn gekomen. Ondanks de zorgvuldige manier van afstemmen en overleg met direct betrokkenen en omwonenden zijn er toch nog wel een aantal zienswijzen ingediend. Voor wat betreft de reactie en de beantwoording op deze zienswijzen hebben wij dan ook het idee dat deze zorgvuldig en op afdoende wijze door het college zijn behandeld. We zijn van mening, voorzitter, dat de wethouder veel wensen en eisen van het direct omwonenden en plaatselijke belangen mee heeft kunnen nemen in dit bestemmingsplan en beeldskwaliteitsplan. De noodzaak dat de N34 opgewaardeerd wordt tot een veilige en regionale stroomweg, waar straks in zijn geheel 100 km per uur gereden kan worden, is aanwezig. Belangrijk voor de verdere ontsluiting van onze gemeentelijke infrastructuur, het verder aanjagen van onze economie en werkgelegenheid zijn een must. Kortom, de fractie is content dat het voorliggende bestemmingsplan ter besluitvorming nu voor ligt. In de voorbereidende oriënterende ronde hebben wij de nodige vragen gesteld en ons kritisch uitgelaten over de diverse onderzoeken voor wat betreft de verkeersintensiteiten in combinatie met akoestisch onderzoeken en of de jongste ontwikkelingen en besluitvorming voor wat betreft de N340 bij Varssen variant van invloed zijn op de huidige voorgestelde cijfers. Daarbij, tijdens de oriënterende ronde, hebben wij de vraag gesteld aan de wethouder om klip en klaar duidelijkheid te geven voor wat betreft de zienswijze van B. De Lange van de Marslanden over zijn bewering over de onjuistheid van de verkeersintensiteiten, tellingen van cijfers en onderzoeken. Naar aanleiding hiervan heeft de wethouder toegezegd met een aanvullende en verduidelijkende memo te komen. Deze memo heeft voor onze fractie de gewenste duidelijkheid gegeven. Zonder hierin te veel in detail te gaan, wil ik toch wel een aantal onderwerpen uit deze notitie benoemd hebben. Klip en klaar is duidelijk geworden dat akoestisch rapport voldoet aan de wet geluidhinder en in zijn geheel uitgevoerd conform de vigerende wet geluidhinder en daarmee voldoet aan alle eisen die de wet stelt aan een akoestisch onderzoek bij een opwaardering als de N34.
Het gebruik van een verkeersmodel is noodzakelijk om de akoestische effecten op het netwerk te kunnen berekenen en is algemeen geaccepteerd instrument bij een dergelijk groot effectgebied. Het verkeersmodel is eerst opgesteld en heeft ingediend voor input voor het akoestisch onderzoek. Het verkeersmodel is zorgvuldig opgesteld en de berekende intensiteiten sluiten goed aan bij de tellingen op de verschillende wegen. En daarbij zijn de wettelijke normen voor het bepalen van de geluidsmaatregelen, zoals die zijn vastgelegd in de wet geluidhinder, gevolgd. Voorzitter, dit gezegd hebbende zijn wij overtuigd dat de voorliggende bestemmingsplannen en beeldskwaliteitsplan voldoet aan de wettelijke kaders waarin wij als raad dergelijke bestemmingsplannen hebben te beoordelen en te controleren. Voorzitter, in de genoemde bestemmingsplannen staat dat de gemeente Hardenberg streeft naar energie-neutraliteit. Daarbij heeft de provincie aangegeven duurzaamheid ook hoog in het vaandel te hebben. Met een beroep op paragraaf 4.13 van de toelichting op het bestemmingsplan Witte Paal Kellerlaan, daar waar het belang van de duurzaamheid verwoord wordt, is er wellicht nog een mogelijkheid om de scores te verhogen. De conclusie namelijk is dat de duurzaamheidsbeoordeling geconcludeerd kan worden dat de N34 in zijn algemeenheid redelijk goed scoort. Dat zou dus beter kunnen. Het is ook om die reden dat de ChristenUnie-fractie met de D66 mogelijkheden ziet om aan de provincie te vragen te onderzoeken of het mogelijk is om de uiteindelijk te realiseren geluidsschermen aan de N34 meer te willen gaan gebruiken voor opwekking van duurzame energie. Het een en ander zal nog verder toegelicht worden aan de hand van de motie die D66 zal indienen. Voorzitter, ik kom tot een afronding. Wij als ChristenUnie-fractie zijn overtuigd dat de voorliggende bestemmingsplannen en beeldskwaliteitsplan voldoen aan de wettelijke kaders. Tevens zijn we overtuigd dat het college na jaren van zorgvuldige voorbereiding het maximale heeft bereikt om rekening houdend met de aanwonenden en plaatselijke belangen aanpassingen gerealiseerd te krijgen. Met het eerder genoemde belang voor onze economie en werkgelegenheid zullen wij instemmen met het voorliggende bestemmingsplan om de N34 op te waarderen tot een veilige en regionale stroomweg. Dank voor de bijdrage van het Zuiden van de ChristenUnie. Voorzitter. Ik heb nog een vraag voor meneer Odink, als dat mag. Ik zag heer Breukelman en mevrouw Luit. Mevrouw Luit. We zijn natuurlijk, net als u, enorm voorstander van zoveel mogelijk duurzame energie. En we zijn ook heel blij dat we als gemeente zoveel ambities daarvoor hebben. Ik hoor u alleen net iets voorlezen waarvan het eigenlijk min of meer van de provincie zal gaan afhangen of wij in onze eigen gemeente op onze eigen schermen ook daadwerkelijk iets met het opwekken van duurzame energie zullen doen. En dat verbaast me een beetje, want wij hebben als gemeente toch onze eigen ambities en daar moeten we toch vooral zelf mee aan de slag. Dus ik was heel benieuwd om van u te horen wat u daarvan vindt. Het leek ons correct, hè, in de totale afweging van het plan zoals het nu voor ligt, hè, en ook het feit dat zeg maar, deze bestemmingsplannen afkomen ook van de provincie, om in eerste instantie dit college te vragen om die vraag aan de provincie te gaan stellen. Omdat zeg maar, ook de bestemmingsplannen en ook de wegen zeg maar, op het grondgebied van de provincie liggen. Dus het leek ons correct om die vraag in eerste instantie daar neer te leggen. Akkoord. De heer Breukelman. Ja, voorzitter. Gewoon het betoog van de heer Odink en ook zijn vragen net, krijg ik toch de indruk dat de heer Odink wellicht niet van plan is om in te stemmen met de motie die ik zojuist heb voorgedragen. En dat spijt mij natuurlijk enorm. En daarom vraag ik mij ook af. Tuurlijk, ik snap het verhaal van het wettelijk kader waarin volgens het college voldaan is. Dat staat ook duidelijk in de notitie. Maar is het niet zo dat wanneer je de indruk krijgt, en dat is ook een vraag aan u, heeft u de indruk dat, dat de werkelijke situatie wel eens zeer afwijkend kan zijn met het model dat nu voor ligt? Wat is er dan op tegen om te zeggen tegen een aanwonende daar bij de Marslanden, joh, als die weg ligt, doen we nog even met elkaar een onderzoek om dan in werkelijkheid vast te stellen wat al daar niet gaande is. Anders blijft dit volgens mij een discussie die nog tot in lengte van jaren blijft doorlopen. Ik snap de vraagstelling. Maar laat ik het zo beantwoorden. Als je kijkt naar het akoestisch plan, dat is schijnt een pagina te zijn van 320. Dus ik heb die niet in detail bestudeerd en ik kan het zo niet reproduceren wat op pagina 221 staat. Maar wat ik begrijp en wat me duidelijk is geworden aan de hand van de motie van de wethouder, is dat het plan voldoet volgens de huidige vigerende regelgeving. En dat is primair ook de taak van ons als raad
om daarop, op die kaders, om daarop te controleren. En dan vind ik het, dan komt het bij mij meer in de hoek van toch wantrouwen, hè, omdat je toch nog weer een aanvullend onderzoek wil doen. En daar heb ik dan wel mijn twijfels bij, of dat recht doet om daar nu mee in te stemmen. Dat is uiteindelijk mijn probleem. De kaders zijn nu helder. De motie van de wethouder is in mijn beleving klip en klaar. En dat geeft mij voldoende vertrouwen om dat het een en ander uitgevoerd wordt volgens de wettelijke regels. Maar vindt de heer Odinke, voorzitter, niet dat het model, ondanks dat het voldoet aan de wettelijke kaders, nog wel eens wat af zou kunnen wijken van de werksituatie, al was het maar vanwege die variabelen die daarin verdisconteerd zijn? Bent u het daar niet mee eens? Nee. Okay. Goed, ik zie de heer Bak ook nog. Nou, ik had een soort van vergelijkende vraag dan de heer Breukeman, dus volgens mij is hij nu voldoende beantwoord door de heer Oding. Goed, dank u wel. Niets meer aan de orde zijn. De heer Boersma nog. Ik heb even één vraag aan de fractievoorzitter van het CDA, als ik mag, voorzitter. U zegt dat de ChristenUnie tegen uw motie gaat stemmen. Terwijl ik dat... Nee hoor, ik zei alleen dat ik de indruk kreeg gehoord in het verhaal. Dan vraag ik u, waar haalt u die indruk vandaan? Nou ja, uit de antwoorden die hier zojuist als laatst gegeven zijn. Wel, maar u moet niet voor ons gaan denken. Wij willen eerst de wethouder horen en dan zullen wij bij ons besluiten. Nou, voorzitter, deze laat ik aan u. Goed, we zullen het straks zien bij de stemming. Ik ga naar de fractie van D66. Het woord is aan de heer Roldemans. Voorzitter, dank u wel. De fractie van D66 is in ieder geval met het CDA zeer verheugd dat de N34 eindelijk opgewaardeerd kan gaan worden naar positieve besluitvorming uiteraard. Het bevordert de bereikbaarheid en de doorstroming in deze gemeente. Het doet ons waarschijnlijk ook economisch erg veel goed. Tegelijkertijd zien ook wij de ongerustheid van de omwonenden, met name in de wijk Marslanden, die al meerdere keren hebben laten weten dat zij zich met name ongerust maken over het geluidsniveau wat zal gaan toenemen in hun beleving. Inderdaad, staat er dan ook in het plan dat er geluidswerende maatregelen getroffen gaan worden. En daarop sloeg D66 aan. En met name ook omdat eigenlijk tijdens de oriënterende ronde er een artikel verscheen in het NRC, waaruit bleek dat er veel mogelijkheden zijn om innovatie en duurzaamheid hand in hand te laten gaan met deze ontwikkeling. En vanuit die gedachtegang heeft D66 samen met een aantal partijen, onder andere PvdA en ChristenUnie, een motie samengesteld. Die ik graag wil indienen, uiteraard in afwachting van de beantwoording van de wethouder hierop. Ik lees het dictum voor. Draagt het college op om te onderzoeken of de provincie wil meewerken om de uiteindelijk te realiseren geluidsschermen aan de N34 mede te willen gaan gebruiken voor opwekking van duurzame energie. Aanvullend aan de raad hierover voor het zomerreces van 2016 te rapporteren of een duurzaam verdienmodel in combinatie met burgerparticipatie realiseerbaar is. En gaat over tot de orde van de dag. Akkoord. Deze motie maakt ook onderdeel uit. De vorige motie even rubriceren. Motie nummer 1 en dit is nummer 2. Akkoord. Ja, eigenlijk wou ik mijn inbreng voor de eerste termijn hierbij laten. Wil ik nog even onderstrepen wat de intentie van deze motie is. Dat is aan de ene kant dus aandacht geven aan de geluiden die komen uit de kant van de omwonenden, die zich dus zorgen maken over het geluidsniveau. En aan de andere kant dus mogelijkheden die wij in ieder geval zien wat betreft de opwekking van duurzame energie, zoals dat eigenlijk ook al is verwoord door de heer Oding zojuist in zijn inbreng. Tot zover voor nu. Akkoord. Voorzitter. Dank u wel. Mevrouw Van Hoek heeft een vraag. Ja. Allereerst denk ik dat u, voorzitter, dat meneer Rodemond in de war is dat de Partij van de Arbeid niet is, maar GroenLinks die mede indient. Dat is één. Twee. Ik zal daar gelijk even op reageren. Ik heb mede samengesteld, zei ik zojuist. Niet mede. Maar nou werd er door mevrouw Luiten net de vraag gesteld dat het te onderzoeken door de provincie of zij zouden willen meewerken. Of dat daarmee onze autonomie dan uit handen wordt gegeven aan de provincie en dat dat dan bepalend zou zijn. En ik heb het zo gelezen, ik hoop dat ik het dan correct heb gezien, dat dat slechts een ondersteuning is, maar dat wij ons eigen beleid daar natuurlijk wel in gaan voeren, toch?
Nou ja, in zoverre dat ja, eens sowieso. Wat ik in de oriënterende ronde in de beantwoording van de portefeuillehouder meekreeg, is dat als de provincie uiteindelijk zegt van wij zien geen heil in deze aanvullende maatregelen, volgens mij noemde de wethouder dat de gouden tegeltjes, dan konden we zelf nog altijd gaan kijken of wij de financiering daar wel voor zouden kunnen vinden om bijvoorbeeld gouden tegeltjes en in dit geval dus de energieopwekkende geluidsschermen te gaan doen. Dus daar zit wel die intentie wat mij betreft achter dat we niet stoppen bij een mogelijk nee van een provinciebestuur. Akkoord. Voldoende. Dank voor uw bijdrage. De fractie van GroenLinks, mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik ging eigenlijk uit van het feit dat ik als laatste zou zijn, dus ik ga wat improviseren. Als ik u mag vragen waar u dat op baseert? Nee. Ook goed. Ik stel voor dat de fractie van GroenLinks begint met haar betoog. Ik zal proberen nou wat serieuzer te worden. Na 10 jaar ligt hier eindelijk voor ons een bestemmingsplan voor die opwaardering van de N34. Wij denken dat dit een hele goede zaak is. We denken ook dat het goed is dat we vanavond hier besluitvorming doen op een positieve wijze. Recent hebben wij met z'n allen gestreden in Zwolle om onze streekfunctie te behouden. En een van de speerpunten die daarin meegenomen zijn, onze bereikbaarheid van en naar onze regio, maar ook onze economische ontwikkelingen die we zo ontzettend hard nodig hebben. Niet alleen voor onze industriële ontwikkeling, maar ook voor onze werkgelegenheid. En deze opwaardering geeft daar een goede impuls aan. Wat natuurlijk niet wegneemt dat wij ons realiseren dat zo'n ingrijpende verandering van je leefomgeving onrust met zich meebrengt. En ook terechte zorgen met zich mee kan brengen. En ik denk dat de oriënterende ronde en de uitvoerige discussie over het akoestisch onderzoek vorige week daar wel een heel goed voorbeeld van is. Over hoe hoog emoties kunnen oplopen als lijkt alsof je woonomgeving en je woongenot bedreigd gaat worden. En omdat wij vinden dat dat soort emoties ook een plek zouden moeten hebben hier in deze raad, steunen wij de motie van het CDA dan ook van harte. Meten is niet alleen weten, maar geruststelling is in deze ook belangrijk. Eén dag licht gezien, en dat zegt niets over of wij geen vertrouwen hebben in de wethouder, dat hebben we wel. We denken dat er goed onderzoek is gedaan binnen de wettelijke kaders. Maar zoals ik zei, geruststelling naar de omwonenden is over een jaar wel degelijk belangrijk. Klopt het dan ook echt? Vandaar dat wij die mede indienen. Daarnaast vinden wij ook dat als je naar de verre toekomst kijkt, multifunctioneel gebruik van mogelijkheden van in dit geval de geluidsdempende schermen tot de mogelijkheden zou moeten behoren als je wilt gaan naar anders gebruiken van de materiële die je inzet. In dat licht gezien ondersteunen wij heel graag de motie van D66. Want als je toekomstgericht denkt, moet je ook denken aan nieuwe verdienmodellen. En wellicht hebben we hier een klein eitje van Columbus gevonden. En daarmee wilde ik het voor dit moment afronden. Kort, dank voor uw bijdrage. Fractie van Leefbaar Annenberg. Voorzitter, ook ik was in de verwachting dat ik een van de laatste sprekers zou zijn. Het heeft niets met mijn lengte te maken. Het heeft niet met, dat zeg ik tegen mijn kinderen altijd, je hoeft niet lang te zijn als je hier maar alles op orde hebt bovenin. Eindelijk is het dan zover. We gaan een besluit nemen over de opwaardering van de N34. En na vele jaren van overleg met bewoners en belanghebbenden mogen de plannen het levenslicht eindelijk aanschouwen. Niet alleen de politiek, ook werkgeversorganisaties en andere belangenbehartigingsorganisaties hebben jarenlang gepleit voor de verbetering van dit stukje infrastructuur, dat voor Hardenberg buitengewoon belangrijk is. Hardenberg, weliswaar liggende, zeg ik altijd schertsend, in het centrum van Europa, dus alles is, alle grenzen zijn voor ons open, maar voor Nederlandse begrippen toch wel enigszins in de periferie van het land liggend, kan hier alleen maar garen bij spinnen. Goed voor de economie, de handel, transport, kortom, de bereikbaarheid wordt verbeterd. Het duurde lang en het levert in onze optiek niet de allerbeste verbetering op, maar bijna alle mensen die in de discussie gemengd zijn, kunnen zich vinden in de huidige plannen. Bijna, voorzitter.
Want wat blijkt nu in de oriënterende ronde is aan de orde gekomen dat er bij het maken van de plannen voor het akoestisch onderzoek cijfermateriaal uit 2013 werd gebruikt. Nu maakt het akoestisch onderzoek deel uit van beide bestemmingsplannen en voldoet volgens de informatie van de gemeente aan de wet geluidhinder en daarmee aan alle eisen die de wet stelt en dat er een aftrek wordt toegepast van 2 decibel voor het stiller worden van verkeer in de toekomst. Er zijn voor de N34 geen redenen om deze aftrek niet toe te passen volgens de informatie. De opwaardering van de N34 heeft verkeerskundige en akoestische gevolgen voor een groot gebied. En daarom moeten de verkeersintensiteiten niet alleen op de N34 zelf, maar ook op andere wegen in het netwerk, gemeentelijk en rijkswegen, bepaald worden. Nou komt er uit het verkeersmodel tevoorschijn dat de werkdagintensiteit 6% lager is dan de gemeente werkdagintensiteit op het wegvak bij de Marslanden. Op de overige wegvakken van de N34 is dit verschil kleiner of gelijk aan 6% en valt ruim binnen die 10% die volgens de jurisprudentie acceptabel is. Kortom, voorzitter, er is een afwijking van 6%. Vraag is of dat dusdanige consequenties heeft dat de plannen moeten worden aangepast. Want kennelijk is een afwijking van 2 dB toegestaan. Aan de andere kant, waarom zou je niet uitgaan van een gemeente waarbij de verkeersintensiteiten meegroeien met de verwachte economische ontwikkelingen? Want daar gaan we toch voor. En want hoe was die slogan ook weer? Een slimmer burger is op zijn toekomst voorbereid? Nou, dat geldt ook voor overheden. Voorzitter, de vraag over die geluidsoverlast blijft overeind. En wij vinden het toch wel fijn als de wethouder daar een klein beetje een reactie op kan geven in het kader van de toekomst en of dat dan wel bestendig is. Voorzitter, ik ga nog even in op de zienswijze, de insprekers van Holt Honen. Nou, het is buitengewoon triest natuurlijk als je daar onroerend goed koopt en je denkt dat je volgens de bestemmingsplannen iets gekocht hebt wat buitengewoon duurzaam is. Zij geven aan dat de wethouder toch even iets anders aangeeft dan wat zij bedoelen. En om nou een heel lang verhaal kort te maken, misschien kan de wethouder toch nog eens even uitleggen hoe de vork in de steel zit en waar zij op kunnen rekenen. Want de brief snijdt natuurlijk wel hout die de mensen hebben gemaakt. Voorzitter, volgens mij heb ik alles gehad. Er ligt nog een motie over waar we straks over gaan stemmen en dan hoort u meer van mij. Akkoord. Dank. De fractie van de VVD. De heer Bak. Dank u wel, voorzitter. Een van de latere sprekers dus. Ik zal ongetwijfeld ook een aantal dingen met name in de introductie in herhaling vallen. Maar volgens mij zijn we het hier raadsbreed over eens dat de opwaardering van de N34 belangrijk is voor Hardenberg. Met name in economisch opzicht. We moeten ook constateren met elkaar dat er een aantal zorgpunten zijn. En dat gaat met name over het geluid. Daar hebben we hier vanavond al veel met elkaar over gesproken. Die zorg hebben wij als VVD-fractie ook. En we vinden ook niet dat we daar zomaar aan voorbij kunnen gaan. Dus ik vind ook dat we de verantwoordelijkheid hebben om de discussie met elkaar tot het uiterste te voeren om helder te krijgen hoe het nu zit. En de discussie die is al begonnen vanavond. Het is natuurlijk ook de motie van de heer Breukelman. En wat mij bezighoudt is van hoe zit het nu met het aantal variabelen in het verkeersmodel. En ik wil daar ook toch nog wel even iets meer toelichting op hebben van de wethouder. De wethouder is in zijn notitie heeft hij een aantal variabelen geduid. En begrijp ik goed, wij zijn als VVD absoluut niet voor vertragen, want we willen de snelheid erin houden. Maar zou het mogelijk zijn om die variabelen aan te passen om te kijken of dat tot andere uitkomsten leidt? Want dat zou wellicht op voorhand charmanter zijn dan de motie van het CDA. Want dat geeft wel een stukje wantrouwen, dat ben ik met de heer Oding eens, richting de methodiek zoals die in het model voor ligt. Dus ik wil daar wel graag een reactie op van de wethouder of dat mogelijk is en of dat ook binnen de tijdslijnen kan zoals ze voor liggen. Laten we aan de andere kant ook helder zijn, op voorhand krijg je nooit alles 100% dicht. Dus 100% zekerheid in deze wereld bestaat niet, de wereld om ons heen verandert. En dat moeten we ons realiseren. Maar laten we wel de ruimte zoeken.
Dan hebben we burgerparticipatie. Voorzitter, mag ik de heer Bak wat vragen? Ja, mevrouw Van de Hoek. Als u het over die verschillende variabelen hebt, bedoelt u daarmee dat wij flexibel met de wettelijke kaders omgaan? Wat bedoelt u daar precies mee? Als u naar het verkeersmodel kijkt, mevrouw Van de Hoek, dan ziet u dat daar een aantal variabelen in de berekening zitten. De 2 decibel is hier vanavond al genoemd. Maar ik wil ook onder de aandacht brengen dat is de werkdagintensiteit. Die is neergezet op 6%, waarbij er jurisprudentie is dat het tot 10% mag gaan. En als ik het heel concreet moet neerleggen, van, is dat verstandig? Zou je dat niet verstandiger naar nul kunnen brengen om ook meer draagvlak te krijgen? Dus dat is even waar voor mij de vraag zit. En ik hoop dat ik daar nu vraag beantwoord heb. Prima, dan ga ik door met burgerparticipatie. Ook tijdens de oriënterende ronde is er vanuit omwonenden aangegeven dat zij hebben bijgedragen in het gesprek rondom de invulling van de N34. Maar dat ze ook teleurgesteld zijn in hoeverre er naar hen geluisterd is. Wellicht dat het in de toekomst beter kan. Dus dat wil ik ook graag nog wel even een reactie op van de wethouder, hoe hij daar naar kijkt. De tijd die verandert. Tijden zijn anders geworden. Burgerparticipatie is nu belangrijker dan een aantal jaar geleden. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er nu anders naar gekeken wordt dan inderdaad een aantal jaar geleden. Dus ik wil ook wel de wethouder vragen of hij ertoe bereid is om bij het definitief ontwerp de burgers te betrekken en ook met de aannemer daar afspraken over te maken. Nogmaals, tijden zijn veranderd. Dus volgens mij vergt dat ook voor een andere aanpak. Samengevat, voorzitter, zijn wij als VVD voor snelheid. Dus met andere woorden, laten we zo snel mogelijk tot afronding komen van de N34. Maar laten we zorgvuldig omgaan met het vraagstuk rondom geluid en burgerparticipatie. Dank u wel. Dank voor de bijdrage van de zijde van de VVD. We gaan naar de fractie van Op Koers Nu. Mevrouw Kelder. Volgens mij toch de laatste spreker vanavond met het verhaal over de N34. Als iedereen nou het procesverloop aan de voorzitter overlaat, dan bepaalt die wel wie laat hier spreekt, zou ik zeggen, mevrouw Ging Kelder. Ging ik al vooruit? Ja, nee, u loopt echt vooruit. U loopt te hard voor de troep uit, maar misschien wilt u ook snelheid maken op deze weg. Ja, nou, dat is de bedoeling ook. Prima, hè? Succes. Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan met betrekking tot de N34. We moeten niet de OR weer over gaan doen. Er zijn al een heel aantal zaken besproken. En voor ons, voor Op Koers Nu, geldt veiligheid en bereikbaarheid. Dat is wel heel belangrijk voor ons. Zoals het geluidsoverlast, waar steeds over gesproken wordt, wat ook in de motie van het CDA is verwoord. Die motie van het CDA kunnen we ondersteunen. Daarnaast ligt natuurlijk ook de motie van D66. Ja, we wachten toch even op het antwoord van de wethouder en bepalen dan wat we met deze motie gaan doen. Daarnaast willen we de wethouder wel graag even vragen hoe het nu zit. Wat voor mogelijkheden heeft meneer De Jong die heeft ingesproken? Want daar zijn we wel heel nieuwsgierig naar. Akkoord, dank u voor de bijdrage. Tot slot. De fractie van de Partij van de Arbeid in deze eerste ronde. Het woord is aan mevrouw Luijten. Ja, ik hou me maar vast aan last but not least. N34, nou, we hebben de vorige keer al gezegd en we zijn het hier geloof ik met z'n allen erover eens dat goede verbindingen natuurlijk heel belangrijk zijn voor Hardenberg. Maar zoals ik ook de vorige keer al zei, wat goed is voor het algemeen belang kan heel zuur zijn als je er toevallig net naast woont. En vooral het geluid. We danken de wethouder voor de toelichting, maar we danken ook natuurlijk meneer De Lange voor zijn zeer uitputtende particulier onderzoek. We hebben heel veel dingen geleerd die we nooit hebben geweten. Maar we kunnen eigenlijk maar één conclusie trekken als we al die rapporten naast elkaar leggen. Dat ook al, of dat wat moet van de wet, lang niet altijd hetzelfde is als wat er in de werkelijkheid ook echt gebeurt. En het wettelijke onderzoek, dat moet je zo doen. De realiteit is misschien anders, dus wat ons betreft zien we maar één oplossing. We moeten het gewoon straks, als de weg er ligt, in de praktijk dan ook maar echt gaan meten. Hoe het echt klinkt. En als dat inderdaad meer is dan volgens de wet mag, dan moeten we er alsnog iets aan doen. Dus wat dat betreft, dat is voor ons een reden om met het CDA graag mee te gaan in de motie die zij hebben voorgesteld. Dat is niet uit wantrouwen. Maar dat is juist voor de zekerheid en omdat de wereld nou eenmaal altijd maar verandert. En straks hebben we misschien minder auto's, stillere auto's, beter asfalt, je weet het niet. Dus laten we het gewoon vooral gaan meten op het moment dat het ding er staat.
Tot slot, als we dan toch schermen gaan plaatsen, laten we ze dan zo goed mogelijk gebruiken. Want voor het landschap is het meestal niet het allermooiste. Maar dan zijn ze in ieder geval nog op dubbele manieren nuttig. Zoals wij ook al hebben gezegd, wij zijn heel erg geïnteresseerd in de mogelijkheden die tegenwoordig worden gebruikt. Of ontkomen om duurzame energie op te wekken. Dat zijn we, vinden wij zelf, ook aan onze ambities verplicht als gemeente Hardenberg. Met onze ambities om zo duurzame gemeente te mogen zijn. En om dan even over de provincie te spreken. Wat ons betreft vragen wij het college dan ook of ze bereid zijn om alle mogelijkheden te onderzoeken. Om die kringen, zou ik bijna zeggen, zo nuttig mogelijk te gebruiken. Voor duurzaamheidsbeleid. Liefst natuurlijk samen met de provincie, absoluut. Hoe meer mensen, hoe beter. Maar als het moet, ook zonder, wat ons betreft. Want onze ambities, die zijn tenslotte gewoon van ons. En als we die zelf al niet serieus nemen, waarom zou de provincie dat dan doen? Dus laten we vooral ook kijken wat we kunnen met de provincie. En als het moet, ook zonder de provincie. Dank u wel. Prima, dank voor de bijdrage van de zijde van de Partij van de Actie, Partij van de Arbeid, fractie. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn. Constateer ik dat er een meerderheid is voor het plan zoals het er ligt. Alleen dat er vragen zijn over het geluid en dat er ook een tweetal moties liggen. En daartoe wil ik graag gelegenheid geven aan wethouder Jansen om met name op de moties in te gaan, de haalbaarheid daarvan. Het woord is aan de heer Jansen. Dank u wel. We zijn het uiteraard buitengewoon blij met brede steun voor de opwaardering 34 tot stroomweg, ongelijkvloers. Goed voor onze streekfunctie, goed voor onze bereikbaarheid, noodzakelijk zelfs. En dat hebben we altijd gezegd en u hebt er nog een streep onder gezet. Dan ligt nu het bestemmingsplan voor ons, zoals het gaat worden als u hem aftikt zometeen. En dan zijn er denk ik nog twee belangrijke punten, dus akoestiek. En dan, dat spitst zich dan een beetje toe op Marslanden. Op zich is dat een beetje vreemd, want er is een weg over een veel groter gebied die meer doen dan Marslanden alleen. Maar dat zal te maken hebben met inspraak van de heer De Lange. Kom ik zo nog even op terug. En het punt van de duurzaamheid. En daarnaast het punt bij Holtonen van de heer De Jong. Laat ik daar maar even mee beginnen. Dat is emotioneel een lastige, heb ik al eens eerder gezegd, voor deze familie. Die hier, als ik het goed begrepen heb, vorig jaar is komen wonen. Maar bestemmingsplan technisch, en heb ik de familie gisteren ook uitgelegd, kunnen wij daar heel weinig mee. Omdat wij al een aantal jaren in dit traject bezig zijn. En iets anders dan in de inspraak stond van een klein weggetje en een kleine tunnel naar een grote tunnel. We hebben altijd gehad over een verbinding Noord-Zuid bij Holtonen voor niet alleen toeristen. Maar ook voor de auto en ook voor het grotere trekkerverkeer. En ook zo dat zeg maar het grote landbouwverkeer en de fiets en een landbouwverkeer en een auto elkaar veilig voorbij kunnen. Want we willen daar geen onveilige situatie. En daar heb je daar net zo'n grote tunnel voor nodig als we hem ook bij het Engelandse Bos doen. En als we hem ook bij de Willemsdijk doen. Dus niets nieuws onder de zon. En we zijn al een aantal jaren bezig. In participatie met de bewoners en echt alle betrokkenen die daar gronden hebben, die je daarvoor gebruikt, zijn daarvoor uitgenodigd. Er is mee gesproken en er is zelfs heel veel gesproken. En uiteindelijk is deze variant daar uitgekomen met breed draagvlak. Ja, en dan duikt in één keer op, ik heb een huis gekocht en ik wist het niet. Ik kan dat niet helpen, hoe vervelend dat ook is. En dan kun je heel veel vragen stellen over, had die het dan niet moeten zeggen en had die het dan niet moeten zeggen en had je dat niet van enzovoort moeten horen. Maar daarnaast, dus dat is voor van derden, is het natuurlijk ook wel zo dat je zelf een brede informatieplicht hebt. En waarschijnlijk was één telefoontje naar de gemeente Hardenberg voldoende geweest. En als je dan zegt, ja maar ik heb gekeken naar het bestemmingsplan van de grote scheren, ik heb het de vorige keer ook gezegd en ik herhaal dat toch maar. Ja, dat is hiervoor onvoldoende, want als die in 2011 is vastgesteld, dan betekent het niet dat het daarin staat. En in het verhaal staat, ja, maar hij is ook hersteld in, aangepast in 2014. Ja, dat klopt, dat is een hele kleine postzegelaanpassing over een wateropgave die hier niet over gaat.
Maar al een aantal jaren ligt dit concept bestemd. Hij is zelfs 2 keer erin zagen geweest. Hij is breed over geïnformeerd. Heeft in kranten gestaan. We hebben inloopbijeenkomsten gehad die heel druk bezocht zijn. Ik ben een beetje verbijsterd dat je het dan niet weet en dat niet bij een makelaar naar boven komt. Dat het niet op een andere manier naar boven komt. Heel jammer, maar dan kan je het algemeen belang volgen. Nu niet zeggen van, maar we gaan alles nog maar een keer overdoen. En het is dus niet zo dat op het laatste moment hier de boel is aangepast. Dit is al lang zo. Dus vanuit bestemming van technische redenen zie ik geen enkele reden om nu aan te passen. En zie ik ook geen enkele manier de kans om iets te doen. Wat we gedaan hebben, is juist geprobeerd de ingreep in juist dat gebied zo klein mogelijk te houden. Door de op- en afritten bij Holtonen niet aan te leggen, want dan hadden we nog meer in moeten ingrijpen. En die zijn verplaatst naar het klooster. Alleen, daar heb je al die verbindingsweg voor nodig. Nou, dat is wat ik daarvan kan zeggen. Dus ik heb niet de indruk dat provincie Overijssel of gemeente Hardenberg op dit punt enige nalatigheid kan worden verweten. Dus mag ik daar even een vraag over stellen, inhoudelijk hier? Mevrouw Baanslag. Ik begrijp dat alle wegen gelopen zijn om de mensen te informeren. U geeft aan dat u met alle omwonenden gesproken heeft. De inspreker zegt, wij hebben geen enkele vorm van communicatie gehad. Hoe rijmt dat met elkaar? Wij hebben iedereen die grond had waarop het is gebeurd, is uitgenodigd. En er zijn klankbordgroepen geweest, er zijn samenlopen geweest. Dat weet u ook zelfs hier in huis nog, een hele drukke. En ik weet dus niet, als je dan in 2014 daar komt wonen, op het moment dat eigenlijk het traject gelopen is, hoe het dan had gemoeten. En ook, ik bedoel, ASR, waarvan de gronden worden gepacht, is volledig op de hoogte en volledig akkoord met hoe het gaat. Dus nog een keer, ik denk niet dat hier iets misgegaan is. Hoe vervelend het ook is voor de individuele bewoner, ik bedoel, daar blijf ik even af. Maar ik moet nu even op het, zijn er fouten in de procedure gemaakt, doen we bestemming van technisch fout, 2 keer nee. Dan ga ik naar geluid en duurzaamheid. Wat mij een beetje verbaast is dat wij zoveel nadruk leggen op de geluidsoverlast in Marslanden. Terwijl het de weg is van de Witte Paal tot de Drentse grens. Die natuurlijk langs Marslanden loopt. En in de wijk Marslanden is er 1 burger die een en andermaal daar bezwaren tegen gemaakt heeft. En niet een hele groep burgers. Kijkt u maar naar de bezwaren die zijn ingediend. Dat is 1 burger vanuit Marslanden. Dat is 1. 2. Voorzitter, we hebben wel heel veel. Heer Roldemond, heer Roldemond. Mogelijk kan ik u even een beetje helpen met waarom er zoveel aandacht voor de wijk Marslanden is. Dat heeft wat mij betreft in ieder geval te maken met een hoge concentratie van woningen die elders aan het tracé toch een aanzienlijk stuk minder is. Wat dat betreft, kijk, iedere individuele burger heeft natuurlijk recht op zijn eigen mate van stilte, ook langs een weg. Maar goed, als je kijkt naar een concentratie van woningen, gaat daar ook natuurlijk automatisch meer aandacht mogelijk naartoe. Maar ik mag u misschien ook wijzen op de Vogelbuurt met ook een grote concentratie woningen. En het Heemse Bos met ook een grote concentratie woningen. En ook Heemse met een grote concentratie woningen. Daar is het niks nieuws. Ik snap het wel dat hij daarover gaat, omdat hier de discussie even over gaat. En ik ga er ook nog wel even op in, hoor. Maar ik wil maar zeggen, het gaat niet alleen over... De plaatsen die u noemt, daar komt er ook een geluidsscherm, als ik mij goed heb laten informeren. Een stukje wel, ja. Nee, maar het gaat me even, maar bij Marslanden ook. Dus dat is precies gelijk. Dus dat even dit. En ik wil nog een keer benadrukken, want jij kan heel diep op de cijfers ingaan, maar dat wij aan de voorkant hebben gezegd, let ook op, ook al gezien het voortraject, ook met de inspraak van de heer Lange van Zorg nou even, dat je je akoestisch onderzoek en je geluidonderzoek en je hoeveelhedenonderzoek, dat je dat goed doet, dat je dat perfect doet zoals je dat hoort te doen. Dat is gebeurd, dat heb ik ook de vorige keer gezegd. En ik kan u er nu nog een keer bij vermelden dat toen het allemaal klaar was, is expres om uit te sluiten dat daar een fout in is gemaakt, zowel op de akoestiek als op het verkeersmodel, een second opinion is toegepast op het akoestisch model door Kalborg Huygen en op het verkeersmodel door Significance. Dus
nog een keer extern neergelegd van hebben we ook een fout gemaakt? Nee, u hebt geen fout gemaakt, u kunt zo verder gaan. Dus het is niet zomaar een onderzoek, het is check, check, dubbel check. Daar zijn. Dan is er een verkeersmodel gebruikt. Mevrouw Van Hoek. Het komt bij mij over alsof het zou lijken dat wij dit verzoek hebben ingediend vanuit wantrouwen. Of dat er niet goede fact-check, double-check, triple-check is gedaan. Wat wij expliciet aangeven, mevrouw Luiten heeft het denk ik het meest kort en bondig samengevat. Soms is wat wettelijke kader aangeeft niet wat je waarneemt en dat gevoelswaarde meetelt en de werkelijkheid van dan meegenomen wordt. En daarnaast vindt de fractie van GroenLinks dat, ook al zijn we hier bezig met het algemeen belang, dat of er nou één iemand inspreekt die iets verwoordt of 10 mensen inspreekt, op het moment dat we binnen de mogelijkheden die wij hebben wel wat zouden kunnen doen, dat tot de mogelijkheden zou moeten horen. Dit gaat u geen tonnen kosten, dus ik snap uw weerstand hierin niet. Ik snap hem wel, want ik vind hem echt gevaarlijk en ik zal ook zeggen waarom. Want als je dit hier doet, moet je het ook elders doen. Dan snap ik die burger die zegt, maar nou wil ik hem ook nog even voor de Haardijk hebben. En dan snap ik die burger die zegt, maar nou wil ik hem ook nog even voor de Twenteweg hebben. En dan snap ik die burger die zegt, maar de Twenteweg heb je nu net nieuw asfalt. Ik wil wel even gecontroleerd hebben of die nu nog wel voldoet. En dan snap ik die burger uit, zeg maar, Heemse Bos, die zegt, maar ik wil hem ook even gecontroleerd hebben. En waarom dan niet bij Gransbergen, waarom dan niet voor die 3 boerderijen die ook dicht aan de weg staan? En waarom dan niet voor alle toekomstige maatregelen op de 377 en noemt u maar op? Want anders bent u met willekeur bezig. En wat ik graag wil is dat je je houdt aan je wettelijke regels en dat je dat heel zorgvuldig doet. En dat als je daar twijfel over hebt, en die hadden we en die had ik ook, en dat is ook nadrukkelijk met de provincie besproken, dat je dan zegt check, check, dubbelcheck. Om de goede te krijgen. En volgens mij heb je die. En dan pak ik hem ook nog een keer uit het onderzoek zelf. De heer Bak. De heer Bak. Mag ik ik zou toch graag een opmerking over maken. Want het sluit denk ik ook aan bij de vraag die ik gesteld heb. Dus tuurlijk, er zijn wettelijke kaders. En daar staan we volgens mij ook met elkaar achter. Maar binnen die wettelijke kaders kun je wel keuzes maken. En ook in het model zijn daar keuzes gemaakt. En dus ik denk dat u nu niet moet zeggen van, dan begrijp ik die burger, want dat voelt als willekeur. Ik denk dat we ons wat meer moeten inzoomen naar het model toe, van welke keuzes zijn daar gemaakt en wat zijn de implicaties daarvan. En daar wil ik toch wel graag een reactie op. Maar prima, maar even verder gaat. Ook hier staat, het gaat dan over het model en zegt, ja maar het model valt iets lager uit dan de echte tellingen. Dat is inderdaad, op dit stukje klopt dit. Dan zit je min 6%. Maar pak ik bijvoorbeeld een stukje om, we hebben ook niet de meest ongunstige cijfers voor ons gekozen, zoiets hoorde ik, niet ongunstig beïnvloed. Dan zeg ik, ook dat is niet helemaal waar. Want als ik bijvoorbeeld een stukje weer pak, want ik heb natuurlijk daar ook even naar laten zoeken, van de Witte Paal naar de Haardijk, daar is het plus 6% in plaats van min 6%. En als ik bij de kruising Kellerlaan 34 weer kijk, dan zit ik ook alweer op plus 5%. Het is allemaal per stukje gedaan en het klopt, dit lang het helemaal gelijk, als je de tellingen en het model net op dit stukje bij Marslanden bekijkt, dan zit je inderdaad op die min 6. Gemiddeld genomen zit je weer goed en wettelijk moet je binnen de min 10 blijven en in het stuk staat ook, ja, waar heb je het over? Als je 2 decibel wil halen, moet je al plus 50% zijn. En we hebben het hier over een verschil van 6%. Dus over welk stukje geluid wat je wil meten, heb je het. En ik moet er dan bij zeggen, als wij het jaar nadat wij dat ding gemaakt hebben, een telling gaan doen, een meting gaan doen, als we hem zo zouden willen doen dat je het ook voor de rechter haalt, dan zullen we weer een theoretische meting moeten doen. En anders gaat hij bij de rechter onderuit, als we gewoon met een metertje gaan staan, dan zegt de rechter, maar sorry, deze geldt dus niet. Dus het gaat mij er even om dat ik zeg, er is geen willekeur, er is heel veel zorgvuldigheid, het zit binnen hele nauwe marges en past u op voor precedentwerking, want wij hebben natuurlijk hier vaker discussies gevoerd over wegen en geluid. Ook over dit gedeelte. Ook over het gedeelte van de Haardijk, ook over het gedeelte van de Twenteweg. Dus voorzitter, wees voorzichtig. De heer Brum. Voorzitter, ik hoor wat de wethouder zegt, maar ik denk ook even, zoom even in op een stukje Marslanden. Daar doet u voor een gedeelte, zegt u daar, A noemt u dat geloof ik, daar plaatst u een scherm. Ja. B en C doet u dat niet.
Terwijl voor mij de woningen daar even ver of dichtbij aan de N34 staan. We hebben het over een akoestisch onderzoek van 380 of 320 pagina's. Er zijn een hoop vragen over. Ik snap ook dat u zegt van, als je voor de rechter haalt, moet je ook het theoretisch model. Maar goed, daar stopt u dan wel de gegevens in die u daar hebt aangetrokken. Dus dat vind ik een beetje een bizarre discussie. Maar ik snap niet zo goed waarom u dan niet zegt van, nou, A wel, B en C niet. Waarom zou je daar dan niet gewoon, als u weggelegd, zeggen van, nu kijken we er even een keer opnieuw naar die discussie. A doen we wel. Voorzitter, mag ik heb in de notitie. Mag ik? Eén moment, ja. Mevrouw Want dan kan de wethouder misschien meteen meenemen. Ja. Want ik begrijp uw angst voor presidentwerking, maar dit is natuurlijk wel een uitzonderlijke weg in onze gemeente. Want hoeveel doorstroomwegen van 100 kilometer hebben we nou? Dus ik kan me best voorstellen dat je daar misschien wat extra's voor doet. En bovendien, als het onderzoek zo grondig is gedaan en drie keer is extra gecheckt, dan ga ik ervan uit dat de uitkomsten straks toch niet zo heel veel zullen verschillen van de werkelijkheid. Maar dan weten we dat maar zeker. Jans. Dan weten we dat maar zeker, ja, maar heeft u wel een president geschapen. En waarom doet dan hier wel en elders niet? Dus die blijft staan en daar zet ik toch maar een dikke streep onder. En twee... Voorzitter, mag ik op dat laatste toch even reageren? Ja, maar dan wil dan ik het al graag uit laten spreken even. Mevrouw Bloem. Ik begrijp uw zorg, voorzitter, als het gaat over het presidentschappen. Maar daar zijn we zelf bij. En... In dit geval vragen wij u om daarnaar te kijken en de mogelijkheden te onderzoeken. Dit maakt niet dat deze raad dus daarom zichzelf vastlegt om dit altijd maar te doen. Dat wil ik u wel even meegeven. Voorzitter, ik wil daar wel op aansluiten dat een 100 kilometer stroomweg door een woonwijk volgens mij toch wel een redelijk unieke situatie is, hoor. Heer Jans. En dus moet je daar ook heel zorgvuldig naar kijken in je geluidonderzoek. En dus betekent dat ook dat je op een stuk waarvan je denkt van hier zal het niet goed gaan, zet je daar een scherm van 1,30 neer en op een stuk verderop zet je eentje van 70 centimeter neer om ervoor te zorgen dat je binnen de normen blijft zoals je die meet. En dan ben ik ook een beetje bij de vraag van meneer Bak erover, die zegt van ja, maar zou je dan toch niet een beetje kunnen aanpassen met... Maar daar zit nou net het punt. Ik mag niet zomaar schuiven met weekdagen en werkdagen, dat is allemaal keurig vastgelegd om dat zo goed mogelijk te doen. En daarop zijn ook die berekeningen gemaakt. Daarop is ook die aanpassing van min 2 decibel, die we overigens overal doen, gemaakt. En sterker nog, als ik er vanaf zou willen wijken, zou ik dat zwaar moeten motiveren. Dat mag ik zomaar niet. Voorzitter, maar dan toch even daar een vraag op. Want richting de wethouder, want als ik zo even tel, dan gaat volgens mij de motie van het CDA aangenomen worden en moet er gewoon straks na de tijd gemeten worden. Dus dat is volgens mij een resultaat wat ook niet wenselijk is. Zit er dan hier toch niet de mogelijkheid om richting die variabelen te kijken en we kunnen daar op voorhand meer zekerheid verkrijgen, zodat de marge wellicht wat veiliger wordt, zodat het ook wat meer zekerheid geeft richting de omwonenden. Waardoor je ook straks niet in de situatie komt dat er achteraf wel gemeten moet worden, want dat ben ik dan wel met u eens, die schept daarmee wel een precedent en met alle risico's van dien. Aan de voorkant kijken naar de variabelen die je kiest is volgens mij dan een hele charmante oplossing. Dan zeg ik nog een keer, check, een dubbelcheck, blijven we binnen de wettelijke regels en die kunnen we zo neerleggen. Dat hebben we gedaan. Als we er nu zouden zeggen, we leggen de procedure stil, we gaan nog eens een keer weer een nieuw onderzoek aan de voorkant doen. Zouden we dat, ja nee, dat moet je dan wel doen, maar anders kan je niet doen wat u zegt. Want dan moet je opnieuw berekeningen maken, dan moet ik nu stilleggen, moet ik nu niet afwerken, moet je hem nu eerst verder bekijken. En dan krijg ik iets wat niet voldoet aan de regels, waar we in geschopt hebben, zoals het ons uitkomt. En ja, dan sta je open voor willekeur en dan kan iedereen daar weer het zijn mee doen. Dus ik denk niet dat dat helpt. Wat ik nog een keer zeg is, ik denk dat hier buitengewoon zorgvuldig naar geluid is gekeken. En in die zin wordt die vanuit het college dus als motie ontraden. Dan is het tweede onderwerp de duurzaamheid. Van, zou het, als je dan toch een scherm aanlegt op de plaatsen waar een scherm neer moet leggen, zou je dan ook een dubbelslag kunnen slaan om te proberen er iets met duurzaamheid te doen? Nou, dan kan het snel gaan. Waar die 14 dagen geleden toevallig werd gelezen in de krant van, hey, zouden we eens wat doen?
is hij 14 dagen later uitvoerig op scherm. En dat klinkt natuurlijk heel sympathiek, daar waar de provincie graag duurzaam wil zijn, daar waar wij het graag willen zijn. En als je dan van iets onaangenaams iets aangenaams kan maken, waarom zou je dat dan niet doen? Nou, daar moeten we best een aantal dingen over uitzoeken. Ik weet niet of het kan. Het is op grond van de provincie, kunnen we niet zomaar dingen doen. De provincie moet het ook laten uitvoeren. Ik wil daarover best met de provincie praten en dan zal ik tegen de verkeersgedeputeerde zeggen dat er ook nog een duurzaamheidsgedeputeerde is. En dan zal ik mijn collega duurzaamheid daar ook naar vragen. En dan zeggen we, van ja, als je daar iets leuks mee kan doen, moet je dat vooral doen. Ja, niet aan de noordkant, want dat schiet niet op. En het moet ook wat opleveren, maar anders kan je beter die centen op een andere manier gebruiken, zodat het veel meer oplevert. Maar de vraag om dat te onderzoeken is geen rare vraag. En in die zin zou die motie wat ons betreft kunnen. Ik denk dat ik eigenlijk daarmee alle vragen impliciet heb beantwoord. Akkoord. Heeft u nog een vraag voor de wethouder? Een aanvullende vraag op de beantwoording richting de motie. Ik dank in ieder geval alvast de intentie om ermee aan de slag te willen gaan. U zegt echter wel, dan stopt het wat mij betreft eerst even bij de provincie, waarbij ik de intentie zelf heb uitgesproken van de D66. Van, nou ja, mocht de provincie dan onverhoopt nee zeggen tegen dit toch wel lumineus idee, al zeg ik het zelf. Bent u dan bereid om toch te kijken of wij zelf als gemeente nog... Ik vind het fijn dat u erbij zegt, al zeg ik het zelf. Ja, ja. Dat geeft de enige relativering aan. Ja. Maar ik leg me eerst even bij de provincie neer om met hen te overleggen. En misschien moeten we het samen doen. Ik heb geen idee. Het is een nieuw idee, we moeten kijken, kunnen we dat erin vlechten? Past die ook bij die aanbesteding enzovoort? Mag het daar überhaupt? Kan het daar? Zal de provincie het willen? En het kan zijn dat de provincie zegt, we willen wel. Kan zijn dat de provincie zegt, we willen niet. Dan kunnen we altijd nog kijken, maar mag het dan wel en kunnen wij het dan alleen doen? En hebben wij het er dan voor over om er zoveel geld? Ik moet u terugrapporteren, dus dat zal geheid terugkomen. Ja, voorzitter, ik hecht er ook wel aan als mede, indien of ondertekenaar van de motie, dat de interpretatie van de heer Rodemond er ook vooral de interpretatie van de heer Rodemond is. Ja. Dus. Akkoord. Ik dank daarvoor ook. Meneer de wethouder heeft gezegd. En ik heb nog zijn wij toe aan de tweede ronde? Of? Voorzitter, ik heb nog wel. Er zijn nog meer vragen. Ik heb nog vragen uit de eerste termijn nog wel liggen. Dan vraag ik de wethouder nog even te blijven staan. Maak even een rondje. Begin bij mevrouw Luijten. Ik hoor de wethouder zeggen dat hij dat heel graag met de provincie wil overleggen. Nou ja, goed, dat is een aantal keer herhaald. Maar ik nou zou nou zo graag van de wethouder horen dat hij ook als de gemeente niet meedoet, dat we dan nog als gemeente zelf gaan kijken wat we dan eventueel wel kunnen doen. Ik heb u net proberen uit te leggen dat we het doen op de grond van de provincie en dat ik niet eens weet of het mag en kan. Dus ik heb gezegd, er zijn van mij betreft drie mogelijkheden. Of de provincie doet het, of we doen het samen. En misschien onder gunstige omstandigheden zouden we het ook alleen kunnen doen. Ik moet u daarover terugrapporteren. En ik moet eens even kijken wat precies de mogelijkheden zijn. En er zijn er inderdaad drie waarbij ik de laatste wel een lastige vind, maar niet bij voorwaarde uitsluit. Ik wil ook eens weten wat het gaat kosten en wat het oplevert. Kijk, ik heb met mijn collega er net even over gehad en we zeiden van kijk, als het ook nog wat oplevert, is het helemaal leuk. Maar als je heel veel geld erin moet stoppen en je schiet er niets meer op, dan leg ik de zonnepanelen liever ergens anders neer. Dat begrijp ik, maar mag ik dan wat u nu zegt interpreteren als een toezegging dat u ook de mogelijkheden zult onderzoeken zonder de provincie? Want het gaat ons, de vraag is nu niet dat we u vragen om het direct te gaan uitvoeren, maar in ieder geval in kaart te brengen wat er allemaal kan met of zonder de provincie. Volgens mij ben ik redelijk uitvoerig geweest in de manier waarop ik het uitgelegd heb. En ik geloof niet dat ik daar nog iets aan kan toevoegen. Ik wil nog even een rondje vragen voor de wethouder, voordat we aan de tweede ronde beginnen. Nee, vragen nog voor de wethouder, die staat er nu nog. Vragen. Ja, mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik heb begrepen van Staatsbosbeheer dat de opwaardering van de N34 problemen kan geven voor ontsluiting voor het transport van hout vanuit onze bossen. Kunt u mij wat meer vertellen over wat de stand van zaken daarmee is? Want zij geven aan dat ze zorg hebben dat in dit bestemmingsplan... Nieuw punt voor de tweede termijn misschien? U gaat nu wel bijna naar technische vragen nog weer opnieuw toe. Dus ik twijfel daar een beetje over. Ja, ik vroeg u of het de tweede of de eerste termijn nog was. Dus... Nee, ik heb heel duidelijk gezegd aanvullende vragen voor de wethouder voordat we met de tweede termijn beginnen. Excuus, dan trek ik hem terug, kom ik zo terug. Aanvullende vragen nog, in deze eerste ronde. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de indiener van de motie en degene die hem ondersteund hebben. Van wat is er nodig voor de indieners
om de motie te laten vallen, dus om het aan de voorkant geregeld te krijgen, in plaats van om aan de achterkant onderzoek te gaan doen. De motie van het CDA. Dat vind ik persoonlijk een heel lastige namens het CDA in ieder geval, want zoals je net ziet krijgen we weer een discussie over check, check, dubbelcheck, over variabelen, wat weer niet de werkelijkheid staat. Dan ga ik graag ook met de argumentatie van de Partij van de Arbeid meester van, laten we het dan maar gewoon even zeker weten. Akkoord. Meneer Breukeman, u maakt zich daar dan wel heel erg makkelijk vanaf. Vindt u, u dient de motie in omdat u geen vertrouwen heeft, dan kunt u ook aangeven wat er voor nodig is om het vertrouwen wel te krijgen. Ik heb volgens mij heel duidelijk aangegeven, voorzitter, waarom wij de motie hebben ingediend. Namelijk om heel die discussie over het geluid op te lossen, om daar straks echt te kijken van wat treffen we hier nu in werkelijkheid aan. Ik denk dat dat gewoon de basis is die voor ons blijft staan. Prima. Volgens mij beide moties helder, ook duidelijk toegelegd vanuit beide kanten. Andere vragen nog? De heer Breukeman. Ja, ik had in mijn betoog slechts een tweetal vragen gesteld die niet, of althans in mijn ogen niet voldoende zijn beantwoord. En dat is de vraag of het college uit kan leggen waarom er voor een deel van Marsland 1, namelijk het A, wel zo'n geluidsscherm komt en het resterende deel B en C niet. Dat raakt namelijk aan de kern van deze discussie. Omdat het volgens mij toch identieke situaties zijn. En wat er ook bij speelt is het verhaal van stedenbouwkundige of landschappelijke bezwaren die hier een rol zouden spelen. Althans, daar zegt de notitie ook iets over. Misschien dat de wethouder dan nog even kan reageren. Goed. Anders geen aanvullende vragen in de eerste termijn. Kijk nog even naar de wethouder. Waarom Maaslanden A wel en B en C niet? Ik meen dat ik het eerst wel gedaan heb, maar ik wil het nog een keer expliciet doen. Dat is om geluidtechnische redenen dat in het A-deel meer geluiddemping zeg maar, nodig is door het scherm dan in het B-deel en het C-deel. Vandaar dat je in het A-deel iets van 1,30 hebt en in het B-deel iets van 70 centimeter en in het C-deel nog even weer wat anders. Dat heeft alles te maken met de hoeveelheid geluid die anders de wijk binnenkomt. En dat is niet nieuw. Want het was in de oude situatie van een aantal jaren geleden. Toen hebben we namelijk, dit is de tweede keer dat we deze discussie voeren, nu voor de toekomst. Maar we hebben hem toen de tunnel werd aangelegd en het asfalt daar kwam ook al een keer gehad. Ook met meneer De Lange. En toen met een heel aantal andere burgers. En toen liep hij namelijk net andersom. Toen zeiden heel veel burgers daar, blijf met je vingers van ons uitzicht af en wil daar geen scherm neerzetten. Ook toen kwam er bij metingen al uit dat in dat eerste deel op de een of andere manier, vraag niet waarom, maar op de een of andere manier komt daar meer geluid door en moet je daar meer doen. En dat is de reden, heeft verder niks met stedenbouw te maken en heeft niks met landschap te maken. Ja, ik lees dat zo niet in het rapport, maar goed. Helder. En de, nee, dan heb ik ze alle twee. Dan zijn de vragen geweest. Dan kijk in de richting van uw raad. Is er behoefte aan een tweede termijn? Mevrouw Van Hoek van GroenLinks, anderen nog? Hoeft aan schorsing? Nee, dat niet. Nee, een klein puntje nog in de tweede termijn. Mevrouw Van de Hoek, GroenLinks en CDA-fractie constateer ik. Anderen niets. Voorzitter, dank u wel. Ja, excuus dat ik u niet goed had begrepen. Ik moet nog af en toe wennen aan de procedure. Maar ik wilde graag weten hoe het ermee staat met mogelijke problemen van Staatsbosbeheer om hen houttransport straks veilig te kunnen afvoeren nadat de N34 is opgewaardeerd. Akkoord, volgens mij is dat eerder aan de orde gekomen, maar u vraagt naar een laatste stand van zaken. Ja, ik constateer de heer Breukeman, CDA-fractie. Ja, voorzitter, ik hecht eigenlijk alleen maar waarde aan om namens het CDA aan te geven dat wij het verhaal van het presidentschappen, dat wij dat toch anders zien in deze toch wel unieke situatie. En geluidtechnische argumenten, ja, daar kan ik niet zoveel mee. Dat zeg ik dan maar in alle eerlijkheid even erbij. Akkoord. Anders niet in de tweede ronde, dan kunnen we deze termijn afronden. Is er nog een vraag inderdaad voor de wethouder rondom de situatie van Staatsbosbeheer en ontsluiting eigenlijk van het bosgebied? Eenmaal opmerking misschien, als u het goed vindt, nog naar CDA. Kijk, waar ik op hik met president is wel, het is bovenwettelijk wat er gebeurt. En dat is wel een hele speciale. En nog achteraf op eigen kosten er nog een meting overheen gooien. Nou, genoeg denk ik daarover. Staatsbosbeheer, heel kort, Staatsbosbeheer is zich gaan oriënteren. Want die ging nu op die zandwegen zomaar even de weg op enzovoort. En dat kon allemaal wel. En op die manier kan het nu straks niet meer. Die moet dus een andere uitweg zoeken voor haar vrachtwagens.
en is zich nu aan het beraden hoe ze dat moeten doen. En heeft gezegd dat ze daar bij ons nog een keer op terug zullen komen. Akkoord. Voldoende. Hierbij kunnen we de tweede termijn afronden en stel ik voor om over te gaan naar de stemming over het voorstel en de moties. Zou we daar ook wel even een schorsing kunnen hebben? Als u daar behoefte aan heeft, dan kan dat, denk ik. Die behoefte wordt gedeeld. Hoeveel tijd heeft u dan nodig? 5 minuten. Ja, maximaal 5 minuten. De vergadering is geschorst voor maximaal 5 minuten. Geachte dames en heren, mag ik verzoeken om uw plek opnieuw in te nemen? Dan gaan we de raadsvergadering opnieuw aanvangen. Ik heropen de vergadering van dinsdag 22 maart 2016. Aan de orde is agendapunt 6, vaststemming, bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan met betrekking tot N34. We hebben 2 termijnen gehad. Er was gevraagd om een schorsing van de zijde van de ChristenUnie. En ik kijk allereerst in de richting van uw raad of we direct over kunnen gaan tot de stemming. Of dat er nog behoefte is om in te gaan op de ingediende moties op dit moment. Dat is de heer Odink. Ik wil graag nog even uitleggen, voorzitter, waarom wij geschorst hebben en wat wij van die motie vinden van het CDA. Dat lijkt me prima. Zijn er nog anderen die daar ook gebruik van willen maken? Dat is niet het geval. Dan is het woord aan de ChristenUnie. De heer Odink. Voorzitter, we zijn van mening dat zeg maar, deze motie versterkt dus, en dat er sprake is van precedentwerking en willekeur. Elk bestemmingsplanwijziging is er sprake van een unieke situatie. En we vinden dan ook de uitleg van de wethouder in deze voldoende. Het is ook om die reden dat wij de motie niet zullen ondersteunen. Ja, voorzitter. Akkoord, dank u wel. Mogen wij daar een vraag over stellen of is dat niet meer aan de orde? Nee. Dit was een stemverklaring, zeg maar. Ja, er hoeft niet meer over gediscussieerd te worden. Oh, dat is jammer. Ja. U mag er natuurlijk wel over stemmen. Dat is het recht, het basisrecht van de raad. Dus ik stel ook voor om over te gaan naar de stemming. Dan gaan we eerst over het voorstel zelf stemmen en dan over de ingediende moties. Het voorstel omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan. Ik vraag, kunt u daarmee instemmen? Fractie van het CDA, akkoord. De fractie van de ChristenUnie. De fractie van Leefbaar Hardenberg. Akkoord. De fractie van de VVD. Akkoord. Akkoord. D66. Akkoord. Op koerspunt nu. GroenLinks. Akkoord. En tenslotte Partij van de Arbeid. Ook akkoord. Daarmee is het voorstel aangenomen. Alle aanwezigen hier, aanwezigen in de raad, hebben voorgestemd. Dat brengt ons bij de motie nummer 1, ingediend door de fractie van CDA. Met betrekking tot het doen van een onderzoek naar geluidsmeting na 1 jaar naar realisatie, kort samengevat. Motie ingediend door het CDA, gesteund door het CDA. Wie is voor aanneming van deze motie, vraag ik aan uw raad. De fractie van het CDA voor. Eigen stemverklaring, voorzitter. Kan dat? Dan gaan wij een stemverklaring doen. Dat kan. Dank u wel. De wethouder heeft het CVD toch wel voor een dilemma gesteld. Want wij hadden graag gezien toch aan de voorkant meer helderheid en duidelijkheid te krijgen in het geluid. Aan de andere kant willen wij ook niet dat het proces verder vertraging op gaat lopen. Want we vinden het van groot belang dat de weg zo snel mogelijk opgewaardeerd gaat worden. En daarom zullen wij ook voor de motie stemmen. Dank. Ik was bezig met een ronde. De fractie van het CDA voor. Leefbaar Hardenberg was voor. ChristenUnie tegen. VVD voor. D66. Als mede-indiener voor. Op koers ben nu. GroenLinks. En ook de Partij van de Arbeid is voor. Daarmee is het voorstel aangenomen. Met 8 stemmen tegen en 20 stemmen voor. Motie nummer 2. De motie ingediend door de fractie van D66. Ook mede namens ChristenUnie, CDA en GroenLinks. Behoefte aan de stemverklaring. De Partij van de Arbeid. Wij vonden de motie zoals die voor ligt aan de magere kant. Dat heeft u waarschijnlijk wel begrepen. Maar met de toezeggingen van de wethouder dat hij ook andere opties zal onderzoeken, zijn wij voor. Akkoord, dank u wel. Andere partijen die voor zijn,
Maak even een rondje voor de duidelijkheid. Kunt u instemmen met deze motie? Motie nummer 2. De fractie van D66, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, VVD, Leefbaar Hardenberg en Partij van de Arbeid zijn voor. Op koerspunt nu. En dan heb ik D66 al gehad. En dat betekent dat alle fracties hier aanwezig voor deze motie zijn. Dat de motie daarmee is aangenomen met 28 stemmen. Akkoord. Dank u wel. Daarmee ronden we agendapunt 6 af. Vaststelling bestemmingsplannen rondom de N34. En gaan we daar opnieuw een vervolgstap in zetten. Aan de orde is nu nog zijn de hamerstukken. Agendapunt 7. Heeft u behoefte aan een stemverklaring? Ik constateer dat de heer Van den Berg weer zijn zetel inneemt in deze raad. Geen stemverklaring. Kunt u instemmen met vaststelling van het bestemmingsplan De Krim, gasleiding De Krim, akkoord. Akkoord. Agendapunt 8. Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening Alpha College. Behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. U kunt instemmen met dit voorstel. Akkoord. Akkoord. Agendapunt 9. Verantwoording fractiebudgetten 2015 en toedeling van de budgetten voor 2016. Kunt u daarmee instemmen? Dat is ook akkoord. Brengt ons bij agendapunt 10. De rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Niet het geval. Dan komen we bij de sluiting van deze vergadering. Ik sluit de vergadering onder dankzegging voor uw inbreng. En ik stel voor dat we over 5 minuten beginnen. Akkoord. Over 5 minuten wordt deze vergadering in een oriënterende sessie vervolgd. De vergadering is gesloten.